Oei oei. Nou ja, we hebben geen idee wat we aan het doen zijn. Maar leuk, leuk dat je er bent. Oké, wij wouden ons dus gaan voorstellen aangezien jullie ons eigenlijk niet kennen. Nee. En dat wouden we doen door middel van vragen die we hebben gekregen van onze vrienden en familie. En dat eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Ja. De eerste. Houden jullie van kaas? Oké. Soms. Ja. Verschilt per welke kaas? Verschilt per tijd? Dat verschilt. Nee. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Verschilt. Wat zei zij? 40 gram kaas per dag. Goed voor je. Wat is het raarste wat jullie ooit hebben meegemaakt? Ik heb wel heftige dingen meegemaakt, maar ik weet niet wat het raarste. Oeh, dat vind ik best wel lastig. Even lekker nog eens tussendoor. Moet kinderen. Oké, wat is het raarste wat ik ooit heb meegemaakt? Die vind ik lastig, daar ga ik over nadenken. Wat voor een opleiding willen jullie doen naar de middelbare school? Dat weet ik wel. Ja. Of ik wil een dans-MBO gaan doen, want ik moet eerst MBO doen. Want ik kan geen tussen of HBO gaan doen, want ik ja, TL. Of ik wil gewoon een normaal MBO gaan doen hier. Waar weet ik dan nog niet. Waarschijnlijk wel gewoon weer hier. En dan hier blijven dansen. Of ik ga dus een dans-MBO doen, maar dat weet ik nog niet zeker. Nou, ik wil of een tussenjaar doen en dan wil ik een taalreis gaan doen en gewoon lekker reizen en alles. Of ik wil een HBO medische hulpverlening doen. Of HBO forensisch laboratorium, nog iets. Dus met moordonderzoeken en zo. Leuk. Ja, ik ben nog nergens echt helemaal zeker van eigenlijk. Het lijkt me allemaal wel leuk, maar ik ga nog veel overdagen bezoeken en zo. En dan zie ik het wel. Nee, laten we even gewoon nu heel goed nadenken. Wat was het raarste wat ik ooit heb meegemaakt? Ja, het ligt ook aan wat je bedoelt met raar. Bedoel je daarmee, oh het is echt grappig en raar? Of gewoon echt een oh, het is apart? Maar ik kan me niet meer herinneren. Wil je een kind, jonge meisje, hoe wil je die noemen? Zo, dat vind ik heel veel in. Nou, het verschilt heel erg. In welk leven, hoe mijn leven eruit gaat zien later. Als ik gewoon een goed leven heb. Maar als ik gaan studeren ben of zo. Ik hoop niet dat ik op mijn 28 gaan studeren ben of op mijn 30ste. Dan kan ik dat doen, nee. Maar het ligt heel erg aan mijn levensfase. Op zich wil ik wel kinderen, aan de andere kant wil ik ook geen kinderen. Want ik ben ook heel veel, maar mijn werk is oppassen. En dan denk ik van soms vind ik kinderen heel leuk, soms heb ik echt lichtelijk haat naar kinderen. Ik wil wel graag een meisje, dat weet ik wel 100% zeker. Ik wil geen jongen, sorry. Ik heb mijn hele leven al uitgepland. Ik niet. Nee, ik wil zeker kinderen. Ik wil het liefst 2. Ik wil dat de eerste een meisje is. En die wil ik dan Luna gaan noemen, vernoemd naar de maan. Want maan, oh leuk. Dus dan Luna. En dan wil ik dat de tweede wordt een jongetje. En daar heb ik heel veel namen eigenlijk voor. Hugo vind ik heel leuk. Maar dan heb je ook een heleboel aparte namen. Ik weet niet, ik vind Melas vind ik iets te hebben. Ik vind het speciaal, apart. Ja. Nee, ik wil graag teken. Zeker niet meer. Want ik heb gemerkt in mijn eigen leven hoe het is om met 3 kinderen te leven. Dan raad ik veel mijn kinderen niet aan. Geen hater, voor de rest hebben we een hele lieve familie. Oké, volgende. Hoe denk je dat een ander jou zou omschrijven? Dus ik moet denken hoe ik denk dat jij mij zou omschrijven. Ja, ik weet zelf niet eens hoe ik jou zou omschrijven. Ik denk dat jij mij zou omschrijven als gestoord. kom dicht in de buurt. Nee. Gestoord, maar ook zeg maar behulpzaam. Ja, hartstikke knap natuurlijk, want ik ben super leuk. Nee, ik weet niet. Ja. Ik weet echt niet. Ik weet denk wel dat ze dat. Ja, kijk, daar gaat al je fout. Ik praat heel snel, heel veel en heel snel soms. Ja. Ja. En dan gaat het ook niet altijd even goed. Heel vaak zijn gewoon dingen gewoon compleet fout. Kan je ook zien aan mijn team skills. Ja. Daar begin ik nog gewoon niet over. Voor de rest, ja. Nou, natuurlijk hartstikke lekker.
na te denken van wat? Oké, ik zie jou als gestoord. Druk als ze er zin in heeft. Ja, en volgens mij heb je echt gewoon dyslexie of zo. Ik denk... Je bent gewoon heel slecht in praten en typen. Oké, dankjewel. Gewoon heel slecht. En ik heb wel bijna heel een pretpark geflasht. Dat is leuk. Hard. Dat is leuk. Ik zat in de achtbaan in Walibi en ik deed zo voor de foto mijn handen omhoog. En ik had zo'n hele korte crop top aan en die ging helemaal omhoog. En mijn BH was exposed en alles. Toen heb ik snel omhoog laag getrokken. Dus het is wel goed gekomen, maar ik weet niet echt of dat raar is. Hoe lang doen jullie al aan dansen? Nou, dat weet ik dus. Ik zeg heel leuk, maar ik heb het ooit een keer gezegd dat ik volgens mij toen we buitenles hadden. Toen we zo'n quiz deden of zo voor mij. Ja. Toen heb ik gezegd 11 jaar. Maar ik weet dus eigenlijk helemaal niet zeker wanneer ik nou ben begonnen. Hoe oud ik was toen ik begon. En volgens mij ben ik begonnen toen ik 4 was. Ik denk dat dit mijn 11e jaar is. Dat ik dan nog maar 10 jaar dans. Ik denk dat dit mijn 11 of 12 jaar is. Waarom zijn jullie dit account gestart? Wij hadden zo'n idee. Wij vinden dit leuk. Wij vinden dit soort dingen erg leuk om te doen. We kijken er wel eens naar en vonden het leuk om te doen. En toen zaten we op te zoeken en we hadden eigenlijk... Niet echt, ja, het zijn wel mensen die soortgelijk iets doen als wij, maar niemand die het doen als wij, zeg maar. Wij zijn gewoon van een ander level. En natuurlijk met de topsportschool en wij die een beetje proberen in de acteerwereld te komen en al die dingen. En ja, dat vonden we eigenlijk, ik vond het vooral gewoon heel leuk. Ik vind nu dat met film nog best wel rustig, maar het komt denk ik niet goed van het jaar, dus het wordt later wel uitgezocht. Ja. Ben je van plan om later ook iets met dansen te gaan doen, of hou je het als hobby? Ja en nee. Ik ga er waarschijnlijk helemaal niks mee doen. Ik ga denk ik volgend jaar stoppen, volledig met dansen. Ik vind het wel leuk, over het algemeen, maar ik merk dat het niet mijn droom is om iets met dansen te gaan doen. Ja, ik kwam, dat ga ik niet zeggen, nevermind. Wat? Ja, ik heb niet echt wat haar gemaakt. Eigenlijk heel snel leeg. Er zijn wel kleine dingetjes, maar ik kan op dit moment heb ik niet dat ik denk van wow, het was echt, nee. Nee, ja, ik heb toen ik klein was mijn haar afgeknipt. Nee, maar dat heb ik ook en weer vastgeplakt, maar ja, volgens mij heeft dat met iedereen gedaan. Ja. Doe je nog andere dingen naast dansen, werken of hobby's? Ik pas op. Ja, pas op, hè? Nee, maar ik heb nu... Maar ik ben zo grappig. Ik heb nu op maandag heb ik een vaste dag. En dan ga ik ook oppassen bij mijn vaste familie. En ik heb nog twee andere gezinnetjes. Nee. Waar ik ook wel redelijk vaak oppas. Dus dat is eigenlijk mijn werk. Verdien ik ook wel gewoon goed mee, dus dat is helemaal mooi. Zie je misschien ook wel vaak in films, want ik ben dat nog wel vaak. Voor de rest. Ja, ik wilde zeggen, ja, ik vind het heel leuk om met mijn hond te wandelen. Ik vind het hartstikke leuk met hem te wandelen. Ik heb er alleen altijd zin in. Ja, nou, ik wil natuurlijk de acteerwereld inkomen en zo. Oh, ja, dat ook. Hoe gaat het? Nou, ik ben dus zoals jullie komen te weten. Ik zie jezelf nog niet. ben ik al een paar keer op tv geweest en ik sta ook een paar keer op de achtergrond in de film. Ja, dus ik ben ermee bezig. Er zijn niet heel veel audities op dit moment, wat ik wel jammer vind. Maar dat is wel een van de dingen die ik doe. Dat is ook het enige wat ik doe qua werk. Zijn je grootste of raarste angst? Clowns. Punt. Het donker. Ik ben gewoon bang in het donker. Wat staat er op je bucketlist? Die heb ik niet. Ik wil heel graag naar de Malediven. Waar is dat? Dat is een eilandje en daar heb je dan van die overwater bungalows. Ik vond zo klein waar in water en al die dingen en zo villa. En dat staat echt bovenaan mijn bucketlist. Ik wil graag een wereldreis maken. Ook goeie. Nee, maar het is gewoon meer, ik hou er heel erg veel van reizen, want ik ga het Nederland. Waar zie je jezelf in 5 jaar? Daar kan ik nog geen antwoord op. Over ben ik 21. Drinken. Nee, ik weet niet. Ja, ik zie mijzelf studeren. Ja, ik heb dus echt geen idee, omdat ik niet weet of ik verder ga in deze danswereld of ik uiteindelijk wel een normale baan dan ga nemen. Maar dat weet ik echt niet. Ik heb echt geen idee.
Jullie zitten nu in je examenjaar. Als jullie klaar zijn, hoe denken jullie verder met YouTube te gaan? Ja, daar vond ik inderdaad ook over nadenken. Toen ja. Ja, geen idee eigenlijk. Ja, nee, als ik dus bijvoorbeeld zo'n taalreis heb, dan ga ik dus naar Hawaii. Dus dan kan ik het ook niet. Dan kan ik niet even makkelijk. Dan moeten we dus dat ook allemaal nog gaan uitvogelen. Maar dat is heel jammer. Ja, en dat is ook gewoon overleggen met ouders. Papager. Ik kom wel naar Hawaii. Ja, maar het is ook met papager. Nou joh. Want dat was het. Dat was hem alweer. Ik praat niet grappig. We hebben alle vragen beantwoord. Ik hoop dat je een beetje een beter beeld hebt van ons. Waarschijnlijk niet. Maar. Dat wordt helemaal duidelijk in de video. Misschien ook niet. Misschien ook niet. Maar als je nou denkt, wauw, jullie zijn echt leuk. Ik wil echt jullie weekvlog zien. Vergeet dan zeker niet te abonneren. En te liken. En te liken. Ik weet ook niet waar het is. Ergens hier. En dan te liken. En als je altijd wil weten wanneer we iets posten, druk op het belletje. Klink, ding. Notificaties. Dit is gewoon over nu voor mij. Oh ja, en wanneer komt de eerste vlog? Vrijdag. Deze week vrijdag. Ja, dat was hem. Oké. Doei. Leuk.